Nieuwe video. Leuk dat je weer kijkt. Vorige keer hebben jullie kunnen zien dat ik de vrachtauto heb gereden van Barneveld naar Schijndel toe. Ik heb hem daar afgeleverd in de spuitcabine bij Marcel en Willeke. Ja, en dat was dinsdag. En de volgende ochtend, laten we zeggen rond de klok van 8 uur, kreeg ik een belletje van Marcel. En die zei van, joh Bart, toch een uitdaging. Dus wat was nou het verhaal? De basislaklaag, daar zaten nog een aantal dingen in. Ja, die toch even nog iets meer werk en voorbereiding nodig hadden. En op zich is dat geen ramp, want dat kan natuurlijk altijd wel geregeld worden. Laat ik zeggen, als die auto toch nog grotendeels weer uit elkaar moet. Alleen, omwille van de tijd en de planning, ja, en het feit dat natuurlijk bij MW maar één spuitcabine natuurlijk voorhanden is, ja, was dat eigenlijk onhandig om het daar te gaan doen. Nou, wat hebben we nou gedaan? In goed overleg met de betrokken partijen, Hematra, MW, de opbouwer en uiteraard Bassie zelf, hebben we besloten om de auto woensdagochtend weer terug te rijden van Schijndel naar Barneveld. En bij een aantal van jullie is dat blijkbaar ook opgevallen. Want ik zag al op Facebook van de week volgens mij, op een foto die nogal veel gedeeld werd, zag ik wat reacties voorbij komen van hoe kan het dat ik jou dan zag rijden bij Eindhoven? Goeie vraag. Dat was dus om die reden. We gaan dus eerst eens eventjes kijken zo meteen in Barneveld in de spuiterij hoe dat nu gaat, in ieder geval met die voorbewerking. Want in de aanpak hebben we dus nu een paar dingen gewijzigd in planning. Dus in plaats van het design in Schijndel wordt nu de auto grotendeels helemaal klaargemaakt in Barneveld bij Hematra. En dan komen Marcel en Willeke, die komen dus straks naar Barneveld toe. En de matte aflak, dus uiteindelijk de blanke laag, dat wordt ook weer gedaan door Hematra. Dus dat maken we even een iets andere combinatie. Maar goed, uiteindelijk voor het design maakt het niet zo gek veel uit. Dus ja, dat is het leuke aan het hele project. Op het moment dat je een planning maakt, dan moet je er in principe van uitgaan dat dat hem niet wordt. Dus nou ja, goed, ook nu. En in het tweede deel van deze video gaan we kennis maken met een nieuwe partij. Een nieuwe schakel feitelijk in de opbouw van de Planet PFM Ambition on Wheels. En dat heeft te maken met de interieurbouwer van de container. Dus ook daar moet nog behoorlijk wat gebeuren. De container is inmiddels versleept van Eersel naar Nuenen, als ik het goed zeg. Daar staat hij nu bij Van de Oever. Oever gaan we dus vandaag naartoe, daar maken we kennis mee. Ja, en die gaan met de binnenkant aan de gang. Dus het is inmiddels, zitten wij halverwege oktober. De auto is denk ik, als ik het moet duiden in getallen, zitten we rond de 70-75% dat hij af is. Het hele interieur moet nog gedaan worden. Dat wordt gepland nu in de tweede, derde week van november. De kraan moet nog aangesloten worden, dus er moeten nog behoorlijk wat dingen gebeuren. De trailer, zoals jullie weten, is ook nog een gespreksonderwerp. Daar hebben we nog geen productiedatum van. Maar goed, laat ik zo zeggen, als ik nu kijk waar we nu staan, half oktober, en we eventjes optellen wat er nog moet gebeuren. Ja, dan zal de auto niet op kenteken staan voor 1 januari. Dus straks met die container erop, die shows kunnen geven. Ja jongens, het wordt gewoon in mijn optiek wordt het super vet. Dus ja, ik kan niet wachten. Even in de spuitcabine dus nu bij Hematra. Hier zie je eigenlijk eventjes de uitdaging die er dus lag in Schijndel. Er was nog iets meer werk nodig in behandeling om met name deze lijn nog echt eventjes goed glad te krijgen. Dus dat betekent hier aan de onderzijde met name met wat plamuur en wat boetseren om hem weer eventjes echt even helemaal strak te krijgen. En de laatste laag die zit er nu al op, dat kan je zien. Dus zometeen als Marcel en Willeke hier naartoe komen volgende week, dan hebben ze hier in ieder geval een hele strak afgewerkte auto. Kunnen zij het design erop zetten en dan wordt hier vervolgens de matte blanke laag wordt er weer overheen gespoten. Dan wordt hij in elkaar gezet en als het goed is dus eind volgende week of binnen nu een anderhalve week dan komt hij helemaal spik en span er buiten. Dus dat is natuurlijk super. Nou, er hangen nog een paar onderdelen hier op de waslijn. Allemaal voorbehandeld, klaar om gespoten te worden. Al deze delen worden in principe allemaal mat anthracite straks of zwart, hoogglans. Dus ik ben gewoon echt ongelooflijk benieuwd straks als we hier die spuitcabine uitrijden over anderhalf, twee weken. We gaan nu even kijken nu met de container, bij de interieurbouwer. Gaan we ook even kennis maken. Ik zou zeggen, blijf nog even kijken, dan zie ik jullie daar. Hier zijn we bij Van de Oever Expo Groep in Nuenen. Nou ja, die markt is natuurlijk helemaal ingestort, hoef ik jullie niet uit te leggen. Dat is natuurlijk verschrikkelijk, ook voor de man hier.
Desalniettemin zijn ze wel gespecialiseerd in het bouwen van ongelooflijk gave stands. Onder andere voor DAF doen ze 2500 vierkante meter op de hele grote vrachtwagenshow. Dus nou ja, goed, ze hebben ook echt een relatie met, noem maar even het autootje wat wij aan het bouwen zijn. Afgelopen woensdag hebben ze hem hier neergezet met hydraulische pootjes eronder. Dus hij is hier op een dieplader naar binnen gereden. Ze hebben de pootjes uitgeklapt, dieplader eronder uit, containertje laten zakken. Dus die staat nu hier in de hal. De audiovisuele spullen moeten erin, de elektricien moet aan de slag, dus moet hier echt nog wel even het een en ander gebeuren. Laten we even kijken binnen hoe hij erbij staat en kijken wat er allemaal gebeurd is. Dus we gaan eens eventjes binnen kijken. Tegen kan je dus zien dat komt hier straks als je binnenkomt, komt hier een behoorlijke tafel. Dus wil je met 5-6 man gewoon goed kunnen zitten, presentaties kunnen geven, ofwel vergaderingen kunnen houden, beide moet kunnen. Klantgesprekken, software trainingen, nou ja, noem het maar op, alles zou hier zo meteen plaats gaan vinden. Dus ik vind ook wel gaaf straks als ik ergens op een truckfestival sta, want ik krijg daar inmiddels behoorlijk wat aanvragen en uitnodigingen voor. Dat als we straks met deze container op die vrachtauto staan, dan kom je hier straks binnen, dan is de tafel feitelijk staat omhoog. En in 3 minuten tijd kan ik je laten zien wat we allemaal uitspoken. Dus misschien wel even leuk. Achter mij kun je nu zien de split unit van de airconditioning. Er komt een unit in waarmee we zowel kunnen verwarmen als kunnen koelen. Dus ik heb al behoorlijk wat vragen gekregen van joh Bart, leuk die container, maar denk je wel een beetje aan het klimaat? Nou, het antwoord is dus ja. Nou, onze eigen technieken die komen natuurlijk in de plafonds. Hier, daar, eigenlijk overal. Dus alles wat hier zo meteen binnenkomt en iedereen die feitelijk de container ingaat, die kunnen we meten, hoogte, breedte, ben je een man, ben je een vrouw, hoe loop je, waar sta je stil? Super vet, dat wil ik je heel graag een keer laten zien. En dat komt vanzelf wel. Maar ja, weet even dat deze ruimte dus ook net zoals de vrachtauto straks echt wel iets unieks wordt. En de totale opbouw, het complete plaatje met de trailer, met de vrachtauto, deze container erop, de verlengde cabine. Ja, is toch waanzinnig? Is toch helemaal te gek? Oh. Nou, je ziet het, nog niet klaar. Dit wordt echt vervolgd in de komende weken. Dit wordt echt een te gek ding. Als je wil weten hoe die eruit ziet straks, gecombineerd op die vrachtauto, dan moet je even abonneren op mijn kanaal. Volg me op Facebook of op Instagram. Zoek even op Zoete Truck Driver. Laat me weten weer wat je ervan vond. Druk even op dat duimpje omhoog en dan zie ik je in de volgende video. Bye!